Nu, goedendag iedereen en welkom bij deze nieuwe video. Nu, vandaag ga ik het met jullie hebben over kaartplotters. En ik heb overlaatst nog met een kijker het erover gehad, van, die ook de vraag stelde van hoe doe je dat nu? Alvast bedankt John voor die vraag. En vandaag ga ik het er met jullie iets dieper op ingaan. En het ging ook vooral over het Inland ECD-systeem en hoe dat je zo'n systeem zelf als het ware kon maken. Dat is voor deze video, dus dat wil ik graag met jullie vandaag bespreken. Nu, het eerste, eigenlijk laten we gewoon even een overzicht maken van de dingen dat wij gaan doen samen. Ten eerste gaan wij bespreken wat eigenlijk de beste hardware is voor zo'n kaartplotter. En wat wil ik daarmee zeggen? Welke apparaten gaan wij gebruiken daarvoor? Ik denk dat dat heel belangrijk is. Als je zegt, ik wil een kaartplotter slash Inland ECD systeem creëren voor mezelf, dat is perfect mogelijk, maar hoe doe je dat het beste? Met de hardware. Ten tweede, het tweede over wat we het gaan hebben vandaag, dat is ja, software. Welke software gebruik ik het liefst? En dat ga ik met jullie vandaag bespreken. En ten derde, kaarten. Waar kan je bijvoorbeeld kaarten krijgen? Dat is ook een voorbeeld dat we vandaag gaan bekijken. Nu, oké. Het is een hele drukke week geweest voor mij. Ik ben bezig met een paar projectjes. Hè. Buiten mijn stage ben ik nog met andere projecten bezig. Die is zeer druk. En het is wel heel interessant. Ik ben benieuwd hoe dat het nu gaat aflopen. Ik hoop dat we de boot toch in het water binnenkort krijgen. Want het is weer al wat lang allemaal aan het duren. Dus ik ben zeer nieuwsgierig van hoe dat het hier gaat aflopen. Het duurt weer langer dan verwacht. Dan begin ik het zelf te twijfelen. Had ik beter zelf niet de antifouling op de boot gezet? Maar ja, we hebben geen brug, dus dat is een heel probleem. En ik heb geen zin om die op blokken te zetten, want dat is zo'n risicovolle procedure bij ons. Omdat we geen brug en geen geschikt materiaal hebben, dat wel een heel gevaarlijke methode kan zijn. Nu, oké, laten we gewoon van start gaan. Hè. Nu, ten eerste, wat jullie nu op het scherm zien, dat is eigenlijk een kaartplotter software. En het is daar dat het vandaag de dag over gaat. Hè. Daar gaan we het vandaag over hebben. En want je ziet dat je kaarten hebt voor de binnenwater. En dat is wel heel interessant dat je die ook hebt. Hè. Dat is ook wat ik zeg tegen jullie, van kijk, ik persoonlijk ben een gebruiker van een vorm van een Inland ECD systeem. Waarom is dat voor mij belangrijk? Wel, heel veel kaartplotters, zelfs bij mij aan boord, het kaartplottersysteem dat ik aan boord heb, dat is een systeem voor zee. Wat betekent dat? Je hebt bepaalde details dat je niet ziet op die kaartplotter. Bijvoorbeeld, al die bordjes zie je niet staan op de kaartplotter. Al die details van waar dat... van echt hoe dat de vaarweg eruit ziet met alle waterdiepte op de binnenwateren. Zoals die palen die je hier ziet staan, die zie je zelfs niet. Hè? Daarop staan. Dus dat zijn heel belangrijke dingen. Het detail dat je wilt zien voor de binnenwateren, die zie je niet. En dat is een heel lastige situatie. Als jij bijvoorbeeld zegt, ik vaar op de binnenwateren. En, of bijvoorbeeld, ik ben iemand die ook... gecertificeerd is voor radar en ik vaar op de binnenwateren met mijn plezierjacht. Die ook zeggen van, kijk, ja, ik zo'n Inland ECD systeem van de beroepsvaart, dat kost tienduizenden euro's. Dat is, ja, voor mij, ik krijg dat zelfs aan mijn boord van mijn plezierjacht niet geïnstalleerd. Zijn er nu alternatieve systemen die wel betrouwbaar en goed werken? En daar gaan we ook vandaag dus naar zien, van hoe dat we dat gaan doen. Ik denk vooral het interessantste eraan is dat je ook alle waterwegmarkering hebt en alle details hebt van het binnenwater waar je vaart. Ik denk dat dat het echt is, iets wat die zeekaarten, jammer genoeg in onze contraien, iets minder goed laten zien. Nu, ik weet en ik besef dat er een verschil is tussen België en Nederland. Wat wij in Nederland bijvoorbeeld veel zien, is dat ook heel veel zeekaarten zijn gemaakt van de binnenwateren in Nederland. Nu, wat betekent dat? Dat betekent dat je op de binnenwateren in Nederland vaak ook dus een zeekaart van hebt. Geloof het of niet, dat is zo. En dat maakt het ook heel leuk en gemakkelijk. En ook op de applicaties voor de binnenwateren is dat wel heel praktisch. Jammer genoeg
In België zien we dat een pak minder op het binnenwater. En daarom eigenlijk zou ik het graag daar met jullie over willen hebben, zeker als je deze detailkaarten voor de binnenvaart graag wil. Zeer interessant, hè, van waar mag je ankeren, waar niet. VHF-informatie, borden en obstructies, die zijn allemaal aangeduid op de kaart, hè, met alle stijgers enzovoort. Dat is heel leuk daaraan. Ja. Nu oké, hardware. Dat is het eerste over wat we het gaan hebben vandaag, hardware. Eigenlijk heb je twee dingen nodig. Je hebt eerst en vooral een toestel nodig dat jouw drager wordt, als het ware, waar je de kaartplotter op gaat installeren. Dat kan van alles zijn. Dat kan een tablet zijn. Bijvoorbeeld, dit is mijn persoonlijk systeem dat ik heb opgebouwd, dit hier. Ik heb dat op deze tablet gezet. Het werkt heel erg goed. Nu, dat is een tablet hier met het Windows besturingssysteem op. Het handige is dat als u beschikt over een toestel dat u op overschot zou hebben liggen thuis, dan is dat wel interessant om dat ermee te doen. Dus dat is wel heel leuk daaraan. Zeker als je zegt, ik heb een tablet of iets dergelijks. Heel erg interessant. Er is maar één groot nadeel. En dat zijn eigenlijk de tablets van Apple, die werken niet goed met de software die ik vandaag gebruik. Dat heeft te maken volgens mij. Ik heb dat ooit eens snel gelezen, maar ik weet niet wat er van waar is, maar ik kan er wel ergens in komen. Blijkbaar zou dat te maken hebben met concurrentie. De software die we vandaag gaan gebruiken, dat is open source software. Dus dat is eigenlijk een beetje vrije software als het ware, die ook door verschillende mensen wordt aangepast en die ook heel veel gratis wordt. Allee, die eigenlijk grotendeels gratis ook wordt gedistribueerd, dat iedereen als het ware zomaar mag gebruiken. Nu, dat betekent natuurlijk, als je zo'n goede kaartplotter software hebt, dat natuurlijk er heel veel concurrentie is voor de bestaande kaartplotter software pakketten die andere mensen verkopen. Hè. En daarom heeft, volgens mij toch in ieder geval, Apple ervoor gekozen om voor iPhone en iPad en van die dergelijke apparaten, om die tablets eigenlijk dit softwarepakket dat ik vandaag laat zien, om die te weigeren uit de Apple Store, of hoe dat ook noemt. Hè. Dus eigenlijk als het ware de plaats waar je al je applicaties voor Apple kan downloaden op jouw telefoon. Ik wil dat even gerust zelfs laten zien. Als ik even hier, ik ben niet zo heel goed voorbereid vandaag, maar het komt wel goed, denk ik. Als je bijvoorbeeld hier op de telefoon zit, ik weet niet dat jullie dat zien, dan heb je hier ergens een applicatie en dat is de App Store. En als je dat open doet, ik ga even kijken van wat er hier gebeurt. Ik gebruik dat ding eigenlijk nooit, eerlijk gezegd. Hier kan je verschillende applicaties downloaden. Hè. Maar hier ga je dat niet terugvinden, dus daar wil ik heel eerlijk met jullie in zijn. Dat is ideaal geweest. Eerlijk gezegd, via een iPad en een iPhone. En waarom zou dat ideaal geweest zijn? Omdat eigenlijk daar al een GPS-toestel vaak in verwerkt zit. En dat is wel een heel groot probleem dat wij zien met andere tablets van andere fabrikanten. Dus dat is wel iets waar je moet mee rekening houden. Dus ik heb het al verklapt, maar het tweede dat je nodig hebt is een GPS-toestel. Hè, dat eigenlijk kan werken, hè. Dus dit bijvoorbeeld is een GPS-toestel dat ik gebruik. Dat is toevallig een van Holux, geloof ik dat het is. Voilà. Dat is een GPS-toestel met USB. Voilà. En dat is een toestel dat ik bijvoorbeeld gebruik om eigenlijk de GPS-positie te verkrijgen. Dus dat is wel heel erg belangrijk dat je zo'n toestel hebt. Vandaag de dag, in de nieuwere tablets, heb ik de indruk, zijn die vaak ingebouwd, maar je moet goed zien, zeker als jij gaat voor iets dat niet van Apple is, en zoals dat we net besproken hebben, moet je goed zien dat dat er al dan niet in zit, want dat kan dan wel een probleem zijn. Heb je dat niet, dan moet je zien voor een USB-aansluiting en nog een GPS-unit erbij, voor je natuurlijk jouw GPS-positie eigenlijk bij te houden, voor de kaart. Plotter. Nu oké. We hebben hardware ongeveer wat besproken. Als er vragen zijn, zet die zeker dan in de reacties onder de beschrijving. Ik help u met veel plezier verder.
Ik denk het tweede dat we vandaag gaan bekijken dan, hè, want dat is hardware, het is heel eenvoudig. Ik ga daar heel eerlijk in zijn. Er is niets moeilijk aan, maar je moet wel een medium kiezen dat je ook zegt aan boord, ik kan het plaatsen. Hè, of dat je zegt van, ik kan het bijvoorbeeld makkelijk zetten op mijn dashboard of iets dergelijks. Test dat al eens uit, voordat je ermee verder gaat. Dus daar moet je wel heel voorzichtig mee zijn. Ik denk dat dat toch wel belangrijk is. Hè. Bij ons bijvoorbeeld staat het klepje altijd eigenlijk lichtjes naar beneden. Pas op, dat is heel handig. Ah, daar zit blijkbaar een magneet in. Dat is wel interessant. Bijvoorbeeld, bij ons staat het klepje altijd zo naar beneden om op het dashboard te staan. Handig is wel dat het zo minder zon vangt, maar je moet daar wel mee rekening houden als je dat op het dashboard zet. Hè. Dat dat allemaal wel gaat, als het ware. Dus... Zeker als je dan een plaats kiest waar je het wilt zetten, test dat allemaal een keer uit. En dan pas kan je ermee verder gaan. Oké, het volgende, dat is software. Welke software gaan we vandaag gebruiken? Ik zit hier op de site opencpn.org. Dit is eigenlijk de kaartplotter software die wij gaan gebruiken. Nu, dus OpenCPN is gemaakt. Het is, zoals ik zei, het is gratis open source. Dat wil zeggen dat de broncode open staat voor de programmeurs onder ons. En dat betekent dus dat je eigenlijk zelfs wijzigingen kan aanbrengen en een nieuwe distributie mag uitbrengen van het programma. Onder bepaalde voorwaarden. Dus dat wil eigenlijk zeggen, je kan hier heel veel mee doen. En er zijn heel veel mensen dat de tijd hebben genomen om hier ook heel veel software voor te schrijven. Daar gaan we het ook vandaag dieper op ingaan. Maar dit is eigenlijk dus de CarPlotter software. En momenteel ondersteunen zij Windows, Mac, Linux en Raspberry Pi. Dus als u een toestel heeft dat werkt op Raspberry Pi, dan heeft u geluk, want ook daar is eigenlijk een versie voor geschreven. Dus heel interessant. En eigenlijk het leuke is, ik ga daar heel eerlijk met jullie in zijn, je kan de software downloaden, zij hebben al kaarten, zij hebben eigenlijk al een databank van kaarten van verschillende overheden. Ik raad persoonlijk in onze contraien af voor dat te gebruiken. Want ik merk in België en Nederland dat die kaarten niet altijd up-to-date zijn. Dus ik geef het maar aan jullie mee. Dus ik ga jullie straks een alternatief ervoor laten zien. Maar je kan al kaarten downloaden via hen, dat is al heel interessant. En nog een heel belangrijk ding, plugins. Plugins, dat zijn zeer handige dingen als het ware. Ik ga dat even op groot scherm zetten voor jullie. Plugins, dat zijn zeer handige toepassingen. Dat zijn eigenlijk er zijn mensen die zich bezig gehouden hebben om plugins te schrijven voor OpenCPN. En plugins, dat zijn eigenlijk kleine programmaatjes die in de kaartplotter kunnen werken. Bijvoorbeeld, iets heel stom, een ankeralarm. Ik geloof, bij u noemt dat Guard Dog. Ik wil met jullie er gerust naar gaan kijken. Voilà, je hebt hier verschillende softwarepakketten die je gratis kan installeren voor jouw kaartplotter. Hier, AES en Radar. Dat je bijvoorbeeld AES en Radar View hebt, Radar Pi, G-Radar. Allemaal software om bijvoorbeeld een radar, informatie van een radartoestel op jouw kaartplotter te kunnen krijgen bijvoorbeeld. Er zijn mensen die daar software voor geschreven hebben, om dat mogelijk te maken. Natuurlijk, we zijn hier eigenlijk als het ware onze kaartplotter aan het samenstellen, dus je moet, als je daarin geïnteresseerd bent, moet je daar wel mee opletten. Hè? Dat je altijd met de goede versies zit en dat je eigenlijk ziet dat dat allemaal op voorhand ook met de hardware in dit geval, dus met onze computers of onze tablets dat wij gebruiken, dat dat wel mogelijk is. Hè? Dus je moet daar wel mee opletten. Maar bijvoorbeeld hier, chart support. Ik ben bijvoorbeeld een fan. Ik geloof niet dat het hierbij staat, O-charts. Want er is, ja, chart support. Dat gebruik ik dan toch niet. Maar er zijn zo van die softwarepakketjes dat ik graag gebruik. Daarvan, je hebt hier logs voor logging software. Om automatische logging eigenlijk beter te maken. Hier, dit gebruik ik bijvoorbeeld, OpenCPN Draw, dat is een favoriet. Dat is bijvoorbeeld om op de kaart iets te zetten bijvoorbeeld, dat jij een menuutje kan open doen. En als je merkt dat er op een bepaalde locatie een boei ligt, die daar origineel op de kaart niet ligt, kan je die toevoegen. Watchdog, dat is eigenlijk het ankeralarm dat ik bijvoorbeeld gebruik op mijn kaartplotters.
Je weet nooit voor wat dat goed is. Als je ooit eens in die situatie komt, kan je het gebruiken. Ook hier voor de zeilers onder ons, Plots, Polar, Tactics en Windvane Autopilot. Men heeft eigenlijk, er zijn zelfs mensen die zich bezig hebben gehouden met automatische pilootsoftware te schrijven om automatische piloten aan te sturen voor die je aan boord kan hebben. Dus dat moet je allemaal eens bekijken, zelfs weerssoftware. Ook voor AIS-data te verwerken zit er van alles in. En dan hier nog een paar automatische piloten, PyPilot, ShipDriver, statusbar. Dat is ook iets dat ik graag gebruik, statusbar. De calculator enzovoort. Hè. Dus je ziet hier van alle plugins staan. Dus er zijn heel veel softwarepakketten als het ware geschreven door mensen specifiek voor deze software. Nu, we gaan naar downloads gaan. En downloads, hier ga je eigenlijk dus moeten gaan kijken hoe dat je dat eigenlijk hier kan in orde brengen. Hè. Voor dat te installeren. Dus je moet op jouw apparaat waar je dat wilt opzetten, je kan dat zelfs op jouw computer zetten voor al te testen, dat is geen enkel probleem. Kan je hier naar OpenCPN Latest Releases gaan. Dus dat is eigenlijk de echte software zelf, de kaartplotter zelf, dat je dan de software van downloadt. Je hebt hier een versie voor Windows, Mac, Raspberry Pi en dan natuurlijk hebben we alle Linux-distributies, zoals Ubuntu. De meeste gaan met de Ubuntu-Linux-distributie, zoals Linux Mint hier en de Debian. Die gaan daarmee in orde zijn en anders kan je bijvoorbeeld ook Flatpak downloaden. Dan kan je dat zelf compileren naar de juiste versie en dan komt dat goed. Hier Debian, Fedora, je hebt heel veel mogelijkheden. Hè? Dus je ziet, er is wel wat mogelijk om dat te doen. Maar jammer genoeg zien wij hier bijvoorbeeld de versies voor iPhone en iPad en zo niet bijstaan. Hè? Maar dat zijn dus problemen die er zijn, dankzij Apple als het ware, die proberen dat eigenlijk. Het probleem met Apple is, als informaticus, ik ga jullie daar een eerlijk antwoord over geven. Eens dat je een Apple, en dat is heel jammer, een Apple-toestel koopt, dan bevind je je automatisch in de wereld van proprietary software. Dat betekent dat bijna alle software betalend is en dat dat ook gesloten is qua broncode. En ze staan heel moeilijk tot nooit eigenlijk software toe die gratis en een open broncode heeft. Dus eigenlijk alle leuke projecten, interessante projecten eigenlijk, die zijn vaak ook niet bruikbaar op Apple toestellen zoals iPhone en iPad. En dat is de reden, dat is het enige nadeel dus van dit systeem, als het ware. Maar dat kunnen deze makers ook heel weinig aan doen. Hè. Dus dat is het ding. Dus je downloadt dat, dan je installeert dat, die software, en als dat op jouw toestel staat, hè. Je hebt hier bij elk type installatie heb je ook een handleiding om dat te installeren dat erachter zit, dus dat is geen enkel probleem. Je installeert dat, je doet dat open en standaard als je dat open doet, ik ga even kijken hier, voilà, kan ik dat even hier uitschakelen, selectie weghalen, toepassen, voilà. Dus, oké. Dus standaard, als je bijvoorbeeld hier zegt, voilà, ik heb het geïnstalleerd, dan krijg je hier een lege kaart. Dat is wat je hier krijgt. Hè. Dus je krijgt een lege kaart, daar staat niets op. Als je uitzoomt, voilà, dan zien we zo wat roughly wat er allemaal te zien is. Oké, dan het eerste dat we dan gaan doen, als wij zeggen, we hebben een lege kaart, dat is, we gaan kaarten installeren. Laten we dat eerst doen voordat we iets anders doen. Hè. We gaan kaarten installeren. Nu, als we kaarten installeren, dan gaan wij eigenlijk naar kaart op zoek moeten gaan. We kunnen op het tandwieltje hier drukken, linksboven. We kunnen naar kaarten gaan. We kunnen naar kaart downloader gaan. En dan kunnen we hier selecteer catalogus, maar dat ga ik niet doen. Ik ga gewoon kaarten downloaden. Oeps, dat is veranderd tegenover vroeger. Dus ik heb het even opgezocht snel. Dus het is eigenlijk
Selecteer catalogus, nieuwe catalogus toevoegen. Dan kan je hier als het ware kan je eigenlijk de catalogussen selecteren. Dan kan je eigenlijk gaan zien van welke kaarten dat er zijn. Dus je ziet hier Inland Charts van Belgium. Ik ga dat niet downloaden. Ik raad dat ook helemaal af. Om eigenlijk deze redenen. Want je ziet dat is eigenlijk een link naar een Git repository. Dat is niet zo handig, omdat je weet ook niet wanneer dat geüpdate is. Ik wil het gerust nakijken. Maar je hebt geen enkele garantie op dat vlak. Dus ik ben daar persoonlijk ook geen fan van. Om dat eigenlijk hier te downloaden. Ik raad altijd aan om de recentste eigenlijk te verkrijgen. Dus wat gaan we doen? We gaan naar hier Visuris gaan. Visuris Portal. Visuris, dat is de website van de Vlaamse Waterweg NV. Dat is de waterwegbeheerder in Vlaanderen. Ik ga dat even hier op het groot scherm zetten. Voilà. En hier vind je alle vaarweginformatie over de binnenwateren in Vlaanderen. En ook kaarten. Hè. Dus normaal gezien diensten, geloof ik. Voilà. En onder diensten zie je vaarkaarten ergens staan. Elektronische vaarkaarten. En hier kan je die gratis krijgen. Hè. Je zal waarschijnlijk ook moeten inloggen. Je ziet wanneer dat die voor het laatst geüpdate is. Elke kaart. En dan kan je die pakketten downloaden. Hè. De benedenzeeschilden. Tussen Antwerpen en Windam bijvoorbeeld. Je kan dat helemaal nazien. Hè. Dan heb je hier, ik weet niet hoeveel kaarten dat hier staan in totaal. Ik ga het even bekijken. Er staan er toch, hè. 104 verschillende kaarten staan hier. En dat zijn allemaal stukjes, hè. Van kaarten, hè. Bijvoorbeeld hier als de benedenzeeschilden tussen de grens met Nederland en Antwerpen. En dat is hier tussen Antwerpen en Windam. Dat zijn al die stukken, hè. De bovendurmen, voilà. Hè. Hier ook nog een stuk schilden. Hier ook de neten, de benedenneten bijvoorbeeld. Dus je ziet, dat is, zijn allemaal verschillende kaarten. En ze hebben weer wat kaarten ook geüpdate, heb ik gelezen. Dus je moet, waarschijnlijk zal je moeten inloggen. Je duwt op downloaden. Ik wil dat wel eens een keer proberen. Voilà, hier linksboven. Ik was aan het zoeken. Ik dacht alleen. Right. Downloaden, voilà. Om, dient u zich te registreren. Hè? Voilà. En ja, ik heb dat bijvoorbeeld gedaan. Ik heb mijn eigen aangemeld, geregistreerd. Hè? En dan kan je die gratis krijgen. Dus dat is dat. Eens dat je die gedownload hebt, die kaarten, dan, komen die, dan heb je bepaalde mapjes waar dat je dat kan in doen. Bijvoorbeeld documenten charts, dat is vaak een map van OpenCPN, van het programma zelf die zij gebruiken, maar je kan andere mappen ook toevoegen hiervoor. Hè. Je krijgt er allemaal zip-mapjes van alle kaartpakketten die je hebt gedownload. In dit geval is dat allemaal van Visuris. Dat pak je allemaal uit, dus dat maakt niet uit hoe diep dat die in de folder zitten. Je pakt die gewoon uit. Voilà, dat zijn alle gegevens van alle kaarten als het ware. En je ziet dat er ook foto's vaak tussen zitten, dat je ook als referentie kan gebruiken op de kaart zelf. Hè. Dat men foto's heeft genomen van bepaalde bruggen en kunstwerken als referentie op die kaart. We gaan dat straks bekijken. Ik weet niet of dat 100% werkt in deze versie van OpenCPN, maar in een andere versie werkte dat wel. Dus je ziet, je weet in welke map dat het staat. In dit geval is dat bij mij. Ik zit op een Linux-machine op dit moment. Slash home, slash soren, slash documenten, slash charts. En dan ook slash Vlaanderen. Ik heb de kaarten van Vlaanderen hierin gezet. Wat voor mij heel belangrijk is, uiteraard. En dat ik dat weet. Dus die Vlaanderen, voilà. Nu dan. Ja. Oh. Ja, oké. Okay. Ik was aan het denken van, ik zie niet staan. Dus Vlaanderen, oké. Okay. Nu dat we ongeveer weten waar dat is, waarschijnlijk zal dat bij jullie op de Windows ook in de documenten staan. Documenten slash charts. Je gaat eigenlijk, ik ga dat even nog een keer tonen. Je gaat op het tandwieltje in OpenCPN. Je gaat naar kaarten. Je hebt dan kaartbestanden en hier voeg je een map toe. Normaal gezien standaard zit altijd die in documenten slash charts daarop, zoals dat je daar straks zag. Ik voeg gewoon een map toe, of een map, dus een folder toe. Ik zie hier, ja, ik zit hier toevallig meteen in de juiste folder, documenten, voilà, charts. Voilà.
En ik doe open. En nu voeg ik die toe. Ik doe toepassen. Voilà. En nu begint hij eigenlijk alle kaarten in alle mappen die betrokken zijn te scannen en in te laden. Voilà. En als we dat nu zien, voilà, dan zien we dat die kaarten zijn ingeladen. Dus zo eenvoudig is het. Hè? Dus je pakt die uit, je zet in de juiste map, je laat die map in waar al die verschillende kaarten in staan en je bent vertrokken. Hè? Dus dat is het eigenlijk om die kaarten in te kunnen laden. Nu, er zijn bepaalde functionaliteiten. Ik weet niet of dat hier een waarde van is, blijkbaar dus niet. Dus je kan... Dus zoals je kan zien, er staan er heel veel elementen hier op die kaarten. Je hebt verschillende modussen die je kan aanzetten. Hè. Je kan kaartdetails ook eigenlijk controleren. Dus als je een kaart hebt, je hebt verschillende weergavemodellen. Je hebt hier bijvoorbeeld de vectorweergaven. Daar kan je mee spelen als je zegt, ik wil... Hè, wat is bijvoorbeeld voor mij ondiep water? Dat is 3 meter nu ingesteld. Veilige diepte is 5 meter, grote diepte 7. Nu, voor wat dient dat? Ik ga dat even proberen laten zien aan jullie. Eigenlijk kan je dat hier al zien, hier op het zeekanaal. Maar ik ga gewoon naar de schelden hier gaan, voilà. En ik ga even inzoomen. Dus wanneer dat we spreken over veilige diepte, dan is dat vaak zo hier een wit, lichtblauwe kleur dat je dan hebt. Als je zit met de minder dan 5 meter diepte in dit geval, dan bevind je hier zo meer in de nog altijd een lichtblauwe zone, maar toch iets donkerder. En wanneer het in ondiep water komt, heb je zo donkerblauwe zone. En boven de waterlijn is groen uiteraard. Hè. En alles dat grijs is met streepjes, dat wil ik ook even meegeven, dat ziet dat je heel veel gaat tegenkomen op deze kaarten. Dat wil zeggen dat er geen dieptemeting van beschikbaar is. Dus er zijn geen metingen van gedaan. Maar je ziet wel dat je een heel gedetailleerde kaart hebt. Ik denk dat dat wel het belangrijkste is, dat je dat toch, dat je toch ziet van wauw, je hebt een heel groot detail qua kaarten. Om toch te zien wat dat er eigenlijk... Van de vaarwegen, iets wat je op sommige zeekaarten gewoon niet hebt. In dit geval is dit nog steeds een zeevaartgebied, maar eens dat we hier bijvoorbeeld verder gaan, verlassen, dan zien we dat er soms zelfs geen dieptemetingen niet meer van beschikbaar zijn. En dan hebben we hier de merkers, dan zien we dat dit een groene merker is, maar dat staat niet aangegeven als groene merker. Hè. Dat is wel heel interessant. Dus je ziet wel dat het, als we hier de bruggen bekijken, alle bakens staan erop, maar je ziet dat er toch wel sommige dingen soms missen. Hè. Dus het is niet altijd vanzelfsprekend. Je ziet, je hebt heel veel detail, maar het hangt er ook vanaf hoe goed dat de overheid ze heeft dus in kaart gebracht. Nu, als we zeggen, wij willen graag bijvoorbeeld... Er is een softwarepakket voor het Inland ACD-systeem beschikbaar. Even nog iets anders. We gaan het nog hebben over op de kaart klikken. Vaak kan je op de kaart overal klikken, als het ware. Hè. Dus als je hier bijvoorbeeld op kaartobjecten en ik klik hier bijvoorbeeld op de vaarweg, dan krijg ik hier allemaal informatie over die vaarweg. Hè. Dan zien we gas, pipelines, anchoring enzovoort. We zien hier dat hier van alles eigenlijk... zelfs in het Nederlands, dat er informatie bij deze kaarten bijgeleverd zit. Hè. Dat zien wij hierop staan. We zien hier ook de diepgangen. Dus geschat 8,5 tot 9 meter diepgang, of diep is eigenlijk. Als we hier bijvoorbeeld drukken, zien we dat we hier bij de spoorbrug, Willebroek, IJzerenbrug, VHG 25. Blijkbaar is dat een radio calling point. Ah ja. En we zien hier bijvoorbeeld 4-5 meter diepte. Dat zien we hier ook. Dus we zien ook al die objecten dat er zijn. Spoorwegbrug Willebroek. We zien hier dat er hier eigenlijk van alle kaartinformatie beschikbaar is als we daarop drukken. Dus dat is wel heel interessant. We hebben ook deze pijl. We kunnen daarop drukken. En we zien daar meteen ook de informatie. Proceed in the left direction. In de richting downstream. Of soms is dat inbound en outbound. Outbound...
afwaarts, inbound, opwaarts. Dus hey, we zien hier ook informatie als we bijvoorbeeld zeggen, ik ga nog wat inzoomen. Dat is het leuke aan inland E en C kaarten, zeker inland E cities dan, dat je eigenlijk heel gedetailleerd kan inzoomen, omdat dat heel goed in kaart gebracht is. Hè. Bijvoorbeeld hier mogen we niet ankeren, hè, niet ankeren, treilen, of, hè, want er zijn kabels hier. Dus datum gestart, voilà 2015, allee, we hebben daar informatie over. Hier hebben we een brug, we hebben hier een brug, voilà, hè. En we gaan er op die brug eens een keer drukken. We hebben hier signal, we hebben hier signaallichten. Ik zou daar, ik weet niet of dat die brug in kaart gebracht is, ik ga er heel eerlijk in zijn. Nee, blijkbaar heeft men daar dus geen foto van genomen. En je kan hier, voilà, hè, spoorwegbrug, want dat is de ijzerbrug in Willebroek. En dan zeggen ze hier, de Vredesbrug, daar is blijkbaar een .jpg-bestand van, een fotobestand, maar blijkbaar hebben ze dat niet gevonden. Toevallig hebben ze dat niet gevonden, want anders kan je net zoals die tekstbestanden op de link klikken en dan krijg je een foto te zien van eigenlijk die brug. Wat heel interessant is, als je bijvoorbeeld zegt welke brug is dat, dan heb je daar dus een foto van. Hey, maar je ziet dat je heel gedetailleerde informatie hebt over jouw vaarwegen. Hier, die JPG is ook niet gevonden, dat is ook straf. Maar het is wat dat is. Hè. We zien bijvoorbeeld, als we de Ruppel hierop gaan, dat wij een hele zone hebben waar er gewoon geen informatie van is, qua diepgang. Op zich is dat geen probleem, maar we zien wel dat er wel... Allez, we hebben wel alle bordjes en alle markeringen die zijn aangebracht, die zien we gelukkig wel. Van de baanbrug is blijkbaar ook geen foto gemaakt. Dus dat wordt allemaal zo gedaan. Maar we zien dat alle bordjes, alle paaltjes die dat er wel zijn, die zijn wel allemaal in kaart gebracht. En dat is wel heel erg interessant. Hè? Zoals hier bijvoorbeeld, al die paaltjes, die rijen zijn in elkaar in kaart gebracht. Dus dat is wel heel interessant. Hier bijvoorbeeld... Dat is iets, radio calling points, daar wil ik wel nog één ding over zeggen, zeker op de schelden. Soms is dat gewoon, wordt dat aangeduid door een vraagtekentje. Je ziet dat misschien nu niet zo goed, omdat het vraagteken hierop staat. Maar bijvoorbeeld, ik wil er graag met jullie een keer naartoe gaan. Richting Sint-Amans en zo. Dat wordt wel heel hard gebruikt daar op de schelden. Met radio calling points. Voilà. Hier, radio calling point, VHF. Kanaal 10. Je drukt daarop. En dan is er bijvoorbeeld, dit is een meldpunt inbound. Dus als je in stroomopwaarts richting vaart, is dat bocht de kramp, dat het een radio calling point is. Dus dan kan je bijvoorbeeld zeggen, securité, alle schepen. Hier, motorjacht, laat ons een naam geven, motorjacht, vaarplezier, bevindt zich aan meldpunt bocht de kamp in de opvaart is er nog afvaart over. Voilà, dat kan je bijvoorbeeld doen. Ja, dat was snel, maar dat is iets dat hier bijvoorbeeld gebruikt wordt, hè. Hier staan lichten blijkbaar. En dan heb je in de afvaart, heb je normaal ook, want dat zijn heel scherpe bochten hier, heb je hier normaal ook een radio calling point. Voilà, weer hetzelfde. Bocht de kramp. En, maar dat is outbound, dus als je in de afvaart zit. Hè. En hier zit je al met de volgende, hè. Bocht van de waterleiding Moerzeke. Dus dat zijn allemaal, dat is wel heel interessant allemaal. Nu het volgende over wat ik het met jullie wil hebben... Dat is het Inland E-Cities software. Dus wat heeft men nu eigenlijk kunnen toevoegen? Hè? Want je kan hiermee zo varen. Ik zou dat... Wacht, hè. Ik ga even... Ja. Je kan hier... Ik ga straks de GPS aansluiten en zien of dat werkt. Maar eerst, je kan hiermee zo varen. En wat kan je hier doen? Je hebt hier, rechts beneden, heb je een bootje. Dan kan je eigenlijk zien waar dat het bootje zich bevindt. Of dat je al dan niet... In dat geval, hè, ik zit blijkbaar in de Verenigde Staten plots. Ja, dat is altijd praktisch natuurlijk. Ik wil me daarvoor al excuseren. Dat komt omdat die standaard, als die geïnstalleerd is, staat die daar.
Wat ik ga doen, ik ga gewoon even snel gewoon hier met een boot zetten. Zet plat schip hier, voilà. Als ik hier op druk, voilà, dan heb ik verschillende modussen, dan kan je eens lezen. Normaal is dat automatisch volgmodus en hier rechts van boven heb je Noord-up of Course-up. Okay. Dus daar, dat is wat je kan doen. Ik laat je altijd, ik zet altijd de koers omhoog, zeker voor inland ACD's en dan werkt dat als allemaal geen probleem. Dan volgt hij de boot over jouw scherm. Dan volgt de boot jou over het scherm. Hè. Nu, het volgende wat je kan doen, dat is het activeren van het Inland ACD systeem. Dus er is een Inland ACD systeem software die hier mee in zit. Hè. Je hebt ook verschillende manieren om kaarten te gebruiken. We hebben nu Inland ENC kaarten gebruikt, die voor de binnenvaart zijn, maar je kan ook andere type kaarten gebruiken. Dus voor de mensen die zich dat afvragen, dat kan allemaal. Er is een hele documentatie van, dus raadpleeg dat zeker op de website van OpenCPN. Nu oké, okay, we zijn er bijna, hoop ik. We hebben Inland ENC kaarten, die ook kunnen, het Inland ECD systeem, excuseer, kan ook worden geactiveerd. Dat is een softwarepakket, ik heb het daar straks zien staan, gebruikersinterface... ik weet het niet meer zo goed zijn. Ik heb het daar. Ah, voilà. Dus als je het menu open doet met het tandwieltje, dan ga je naar gebruikersinterface. En dan ga je hier gebruik Inland ECDIS 2.3 toepassen. Je past dat toe. En dan ga je zien dat hij helemaal zich herberekent, het scherm. Dat is wel raar dat dat hier niet zo uitkomt. In ieder geval, wacht even. Ik ga even... kijken hoe dat hier aan toe gaat, want dat is toch wel... En dan kan je eigenlijk dat scherm in principe gebruiken als een Inland ACD systeem. Ik heb wel de indruk, ik ga er wel heel eerlijk met jullie in zijn, beste kijkers, dat het deze versie, allee, dat hier op de computer niet zo goed lukt, maar op de tablet bijvoorbeeld werkt dat heel goed. Dan krijg je hier een scherm en dan krijg je eigenlijk extra bedieningsknoppen voor de kaart te bedienen en gaat de kaart zich ook... volledig de kaartmotor zich gedragen als een Inland ACD systeem. Wat gaat er bijvoorbeeld gebeuren? De volgmodus gaat lichtjes anders zijn. Je gaat meer een head-up modus krijgen met een kleine offset naar voren, waardoor dat je meer voor de boot ziet, maar ook de manier hoe dat eigenlijk de rotaties en zo zich gedragen is ook anders. Dus ik geef dat maar mee aan jullie. Het is jammer dat ik het hier op de computer niet zo goed kan laten zien. Spijtig genoeg. Ik had dat wel graag willen laten zien. Maar ja, blijkbaar is het dus een moeilijkere zaak dan gedacht. Maar op de tablet en zo, bij mij werkt dat perfect aan materiaal. Oké. Okay. Het laatste dat ik met jullie wil doen, is het aansluiten van een GPS-toestel. Ik ga dat even doen. Ik heb dat niet op voorhand getest. Dus God sta mij bij dat het überhaupt werkt. Maar ik vrees er eigenlijk voor dat dat ding werkt. Een heel groot probleem is, ik ga jullie dat even uitleggen. Dat heeft ook allemaal... Ah, voilà, oké. Okay. Mijn GPS gaat nu aan. En hoe komt dat eigenlijk? Ik wil er wel even iets over zeggen, over randapparatuur en computers, of hoe dat je het ook wil noemen. Dat is, als je de GPS-unit gebruikt, ik ga het zeggen zoals dat het is, standaard eigenlijk, men noemt dat allemaal plug and play. En ik als informaticus zijnde, ik kan jullie erover vertellen, plug and play, dat wil niet per se zeggen dat een apparaat bruikbaar is. Wat dat betekent, dat is dat het toestel, of in dit geval de computer, of in dit geval misschien ook de tablet, die herkent wel dat toestel. Dus dat wil zeggen, je kan het vinden tussen jouw apparaten, maar dat is niet per se volledig bruikbaar. Dus als er bijvoorbeeld andere, laat ons zeggen, stuurapparaten nodig zijn. Stuurapparaten, wat zijn dat eigenlijk? Of stuurprogramma's, excuseer. Wat zijn dat eigenlijk? Dat is een stukje software die eigenlijk uw toestel... vertellen hoe dat apparaat moet gebruikt worden. Hè? En soms is dat zelfs noodzakelijk om zoiets te gebruiken. Nu, het is mij al nog maar 2 keer voorgevallen dat ik vandaag de dag iets koop
dat eigenlijk in mijn USB-poort past, dat niet onmiddellijk zelfs helemaal bruikbaar is of zelfs niet erkend wordt, dus dat niet plug-and-play was. Maar het gebeurt nog steeds. Het is niet omdat een apparaat erkend wordt door je toestel dat dat zomaar allemaal ineens werkt, als het ware, en volledig bruikbaar is. Dus ik geef het maar mee aan iedereen. Dus als er stuurapparaten meegeleverd zijn, probeer die, sorry, stuurprogramma's bijgeleverd zijn, vaak op een kleine schijfje, een kleine CD-ROM, installeer die altijd. Ik raad dat wel aan. Dus wat moet je dan doen? Ik geloof niet dat ik al een GPS-signaal heb. Ik ga dat even laten zien aan jullie. Nu, dan moet je ook de handleiding voorlezen van jouw GPS-unit. Als de GPS-unit bij mij blijft branden, dan wil dat zeggen dat hij op zoek is naar signaal. Dat lees je in de handleiding van de mijne, die van jou kan misschien anders zijn. En wanneer dat hij begint te pinken, dat is elke keer wanneer dat hij zendt en ontvangt. Dus deze, dat is geloof ik een 1 hertz, dus dat wil zeggen 1 vernieuwing per seconde, maar tegenwoordig heb je ook 10 hertz enzovoort, en is dat ook nauwkeuriger, die 10 hertz vaak. En dan, allee, dat is wel heel goede grief. Maar daar moet je mee rekening houden, dus op dit moment is hij aan het zoeken, dus hij heeft nog geen GPS-signaal gevonden. Dus hij weet totaal nog niet waar ik ben. Daar komt het op neer. Ik ga dat gewoon hiernaast leggen. Ik vrees ervoor, want ik zit hier binnen en dat zal wel tegenvallen dat ik hier GPS-signaal heb. Maar dat is eigenlijk wat er gebeurt. Maar ik ga wel met jullie even kijken hoe dat jij dat kan toevoegen in de kaartplotter zelf. Want het is niet omdat je dat zomaar in toestel steekt, ook niet op een Windows, dat dat allemaal zomaar ineens bruikbaar is, dat je dat vindt. Dan moet je vaak hem mee helpen. En hoe ga je dat doen? Je gaat eigenlijk... Ja, wacht, ik ga het terug opnieuw opdoen. Je gaat op het tandwieltje. Je gaat naar verbindingen. En dan ga je hier bij verbindingen... Dus moet je in principe verbindingen toevoegen. Voeg verbinding toe. Nu, wat zijn verbindingen? Ik ga daar heel eerlijk met jullie over zijn. Dat zijn eigenlijk... Dat is uw input en uw output. Hè? Dus als jij bijvoorbeeld... Ah, voilà. Even... Wat is er gebeurd? Ik heb toch wel een GPS-lok, zeker. Ik heb toch wel een GPS-verbinding. Het is straf, het begint te pinken, maar ik heb er toch wel. Maar je ziet, hè, ik ga daar even op annuleren drukken. Ik heb nog steeds hier in mijn kaartplotter zelf geen GPS-contact. Dus ik ga naar verbindingen moeten gaan. Bijvoorbeeld als jij een AES-output hebt die jij graag hier op inplugt, op jouw, hè, via een USB-poort, en je hebt daar de nodige software voor geïnstalleerd, dan moet je die ook hier toevoegen met verbindingen. Ook een radarsignaal enzovoort. We hebben twee verbindingssoorten. We hebben een netwerkverbinding. Het idee daarvan is, als je een netwerk aan boord hebt bijvoorbeeld, of je wilt iets testen over het netwerk, dat gaat allemaal, dat is met datapoorten enzovoort. Allemaal mogelijk. Maar in dit geval ga ik seriële verbindingen kiezen. Hè. Toevallig heb ik op mijn USB 0, geeft hij dat weer... Anders moet ik bij mijn apparatuur gaan zoeken. Ik verschiet er eerlijk van. Ik hoop dat dat de juiste is trouwens. Maar toevallig vindt hij dat. En bij mij op een Linux is dat in devices. Hè. Slash dev. Ik wil daar met jullie gerust naartoe gaan. Hè. Dat is hier. Hè. Dat is root. En dan devices. In devices, daar staan al mijn apparatuur in dat ik aansluit op mijn PC. Maar echt alles staat erin beschreven van hardware. Een DVD-reader. Zelfs virtuele hardware vind je daarin terug. Dat is echt alles dat hier in het toestel zit, in mijn computer als het ware, zit er allemaal in. En een van die dingen is dus die TTY USB 0. Ik hoop dat dat de juiste is. We zullen zien. Zie dat de baud rate goed staat. Want bij sommige toestellen is het anders. Cannot exist, but cannot due to missing permission. Dat kan. Problem can be fixed by the users. Ah, ja. Ja, dat is vaak op een Linux zo. Ik ga dat moeten herstarten waarschijnlijk. Oké,
Ik ga even open CPN moeten herstarten. Dat is een probleem in Linux vaak. Linux, die hebben graag. The problem can be fixed once the installed rules will be. Will separate the device. Toch, ja, zit die rule erin. Soms is dat een klein probleempje. Ja, ik ga er heel eerlijk met jullie in zijn. Dat is wel een nadeel van de Linux met die rules en heel die boel. Is altijd iets. Wat ik wel kan doen, is. Momentje hoor. Ik heb een CPN. Kan ik dat hier. Ah, ik kan dat niet uitvoeren als dingen of wat. Ik zou zeggen, als ik dat hier. Nee. Wacht. Ctrl-Alt-T. Sudo. OpenCPN. 1, 2, 3. Ik gebruik ja, ik ben er geen krak in voor de rest. Dus, dus ik heb nu OpenCPN opgestart via dit, via de rootrechten. Wat een mens allemaal niet moet doen, voeg een map toe. Ik zit in root natuurlijk, filesysteem. Oh. Allee, wat is dat hier? Charts. Daar vrees ik al voor. Charts, nee, dat zit in documenten. Charts. Vlaanderen. Ja, ik ben even een workaround aan het proberen fixen. Maar ik weet niet dat dat de goeie is, hè. Dus met een USB. Ja, dat komt omdat ik nu in de root eigenlijk dat om te laten runnen ben. Dat is weer in Linux, dat is een heel gedoe. Normaal doe je dat niet, maar dat is een probleem dat ik later aan wil fixen. Was dat om dat eventjes te laten zien aan jullie, verbinding toevoegen, allee, serieel. Oké, ik heb GPS-signaal, enfin. Dus dat is iets dat ik moet oplossen, dan als je dat gebruikt. Ik heb nu even snel een kleine workaround gedaan om dat eigenlijk op te lossen voor mezelf, dat dat allemaal werkt. Dat je dat gewoon aan jullie kan laten zien. Maar je ziet, ik heb GPS-verbinding. Hoera. Nu, op dit moment staat dat op het rood. Dat wil zeggen dat hij gaat meebewegen met de koers dat ik bevaar. Maar ik ga naar de boven nemen. Voilà, en hier ben ik dan. Hè? Met mijn huidige positie in het echt. Dus als je wil weten waar ik mij bevind, dat is hier. Maar dat is eigenlijk waar dat ik mij nu bevind. Dus je ziet, de GPS werkt. En je zag dat ik er bepaalde rechten voor nodig had. En dan ja, moet je die rules toevoegen. Maar pff, allez, dan moet je eens rustig bekijken in dat geval als je Linux gebruikt. Ik denk de meeste Linux gebruiken van jullie, dat zijn zelf programmeurs en zo. Ik heb nu snel een quick and dirty workaround gedaan, dus ik raad dat af om dat zo te blijven gebruiken, maar je ziet dat het wel mogelijk is. Hè? Maar je ziet, ik heb dus een GPS-signaal. Ik heb dus een vernieuwing van mijn GPS-signaal. Je ziet dat dit werkt. Hè? Het is in orde. Maar je ziet dus, moet je allemaal doen om echt zo'n kaartplotter, om dat te doen werken. Het nadeel, denk ik, van het gebruik van OpenCPN is dat je zelf een beetje... Ja, je moet toch iets kunnen doen met computers. Als je nog nooit met een computer hebt gewerkt, dan is dat wel wat moeilijk. Je moet heel veel zelf samenstellen. Bijvoorbeeld als je zegt van, kijk, ik wens graag hier een plugin te installeren. Voilà, hier zijn plugins. Dashboard, dat vind ik een leuke plugin. Er zijn een paar standaard plugins bijvoorbeeld. Ik ga dat een keer open doen. Voilà, dashboard. Sake, ja. En dan heb ik hier bijvoorbeeld mijn instrumentenpaneel. Dat is wel een hele leuke. Dan kan je bijvoorbeeld hier de koers zien. We voilà, hadden GPS, GNSS status. En dan kan je hier bijvoorbeeld de koers zien die je dan bevaart. Nu, met mijnen is dat zo niet interessant, met mijn GPS-toestel, omdat ik maar een vernieuwing van 1 Hz heb.
Maar dat is meer goed voor het volgen van wat het schip doet. Maar als je bijvoorbeeld een GPS-toestel hebt met 10, 5 of 10 Hz en die dan nauwkeurig is, tot bijna op de meter zelfs, dan is dat wel heel interessant. Dus dat is eigenlijk wel heel interessant. Maar je kan ze ook via de site, als je zegt ik wil hier meerdere plugins in installeren, hè, kan je dat doen. Hè. Je downloadt dat, je installeert dat en je voegt dat toe gewoon hier in OpenCPN. Voeg je dat dan toe en het is in orde. Hè. Je ziet hier plugin catalogus. Importeer plugin, dan kan je dat ergens installeren, die plugin. Je kan dat dan doen. Hè. Oh, ik heb heel de catalogus bijgewerkt, blijkbaar. Oh, dan kan ik Excelsior installeren, voilà. Dus update plugin catalogus. Dus als ik bijvoorbeeld zeg, goh, wat ga ik installeren? Hè. Oh, wat leuk. Het is gemakkelijker dan vroeger. Ik gebruik dit type software, ik kan er heel eerlijk met jullie in zijn, beste kijkers. Ik gebruik dat al enkele jaren en elk jaar wordt het beter en beter, want er wordt nog steeds aan gewerkt. Laat mij die dingen installeren, zeg, die Watchdog. Voilà, install Watchdog. En dat is voor dat ankeren, hè. Succesvol geïnstalleerd. Voilà, zeg. Ik ga het nu inschakelen. Toepassen, altijd toepassen of oké drukken. Dan wordt dat die wijziging doorgevoerd. Voilà. En hier heb ik voilà, met een hond staan. Met een waakhond, een watchdog waakhond. En normaal gezien zou dat moeten werken. Maar blijkbaar, oké, dat kan wel. Misschien dat ik het even moet herstarten, OpenCPN. Maar in ieder geval, dat werkt wel. Hè. Man overboord, hè. Als ik hier op druk, krijg ik hier meteen een man overboord merker staan. Hè. Dus dat wil zeggen, als ik mijn schip bij wijze van spreken. Ik kan dat nu niet verplaatsen omdat ik een GPS aan heb. En dan kan ik hier bijvoorbeeld hier mijn man overboord markeren. Hè. Dat heb je allemaal. Dus je ziet, je kan er heel veel mee doen. Ik denk dat ik al genoeg gepraat heb voor vandaag. En ik denk dat het voor de rest aan jullie is, denk ik. Als jullie nog vragen, hulp nodig hebben, dan contacteer mij. Ik wil desnoods wel via een videocall dat met u in orde brengen. Dat maakt voor mij niet uit. Zolang dat jullie maar geholpen zijn. Nu, beste kijkers, in ieder geval bedankt voor het kijken naar deze video. En dan is het tijd om afscheid te nemen. Ik zie jullie op het water en op zee. Vaar veilig.